Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van kubuspuzzel.nl. Vandaag ga ik jullie laten zien het spelletje Labyrinth. Het is een super eenvoudig spelletje van Ravensburger en ik ga jullie in een paar minuutjes eigenlijk het spelletje uitleggen. Nou, het zijn allemaal kleine kaartjes die samen een doolhof vormen. Voordat je aan de slag gaat met het spelletje, schud je eerst de kaartjes even door elkaar. Zo. Je begint het spel door vier kaarten in het midden neer te leggen. Dus je maakt eigenlijk alvast een doolhof van de vier kaarten. Zo. Dit is een begin van het doolhof. En daarna krijgt iedere speler twee kaarten. Ik ga er in deze video eventjes vanuit dat we met z'n tweetjes spelen. Dus je geeft de tegenstander twee kaarten en je houdt twee kaarten voor jezelf. Leggen we de aflegstapel, of eigenlijk de afpakstapel, leggen we naast het spel. Of die moet je eigenlijk iets verder weg leggen. Dus ik leg hem nu even uit het beeld, zodat we het doolhof ook kunnen gaan bouwen. Elke speler mag nu zijn kaarten bekijken. Ik leg even de kaarten van mijn tegenspeler, denkbeeldige tegenspeler, leg ik even uit het beeld. Je bent verplicht als je aan de beurt bent om een kaartje aan te leggen aan het doolhof. Maakt niet zo uit waar je het kaartje aanlegt. Maar wat wel belangrijk is, is dat je ook een kaartje mag pakken. En dat zijn eigenlijk winstpunten. Dus elke keer als je een kaartje aanlegt, kan je ook een kaartje wegpakken. Als je de juiste figuurtjes met elkaar combineert. En dan verdien je dus punten. Dus laten we even gaan kijken naar de figuurtjes op de kaartjes. Je ziet hier een kroontje, een soort van diamantachtig, een toffe unicorn en iets van een muis of zo met een speer. Deze figuurtjes moet je dus aan dezelfde figuurtjes verbinden op het doolhof dat al voor je ligt. Dus als we even het kroontje pakken, dan zou je zeggen, hier ligt een kroontje. Ik verbind het kroontje op deze manier eraan vast, dan liggen er twee kroontjes. En dan zou je dus het andere kroontje mogen pakken. Maar dat kan niet, want als ik hem nu pak, dan zie je hier dat er één kaartje los ligt. Het ligt alleen maar aan de hoek verbonden. Dat is verboden in het spel, dus dat mag niet. Maar we kunnen dit kaartje wel aanleggen. Want als we het kaartje aan de andere kant aanleggen, dus we leggen hem zo neer, dan is dit kaartje vrij om te pakken. Wat nog belangrijk is tijdens de spelregels om even duidelijk aan te geven dat je weet welke het is. Kan je even met je vinger er langs welke route je hebt gelopen. En dan is dit kaartje en dan pak je het kaartje weg. Dit is een kaartje die leg je opzij. Die is van jou. Die is nu een punt waard. Dus elk kaartje is één punt waard aan het eind van het spel. En de speler met de meeste kaartjes die heeft uiteindelijk het spel gewonnen. Goed, we pakken nu eventjes de kaartjes van de tegenstander erbij om te kijken of die een figuurtje hebben. Ik zie hier een kandelaar en een riddermasker en een dolk en iets van een trol. En dan kijken we even naar het speelveld of die er ook al liggen. En we zien eigenlijk nergens dat die kaartjes aanwezig zijn. Je bent dan dus nu verplicht om een kaartje aan te leggen. Het aanleggen van het kaartje mag weer niet op deze manier. Hè? Dus hij moet echt op een goede manier vast worden gemaakt aan het doolhof. Je zou hem hier kunnen leggen waar net eentje, maar je mag hem bijvoorbeeld ook hier neerleggen. Dat staat helemaal vrij. Zit niet echt een strategie in, dus je kan hem gewoon overal neerleggen waar je zou willen. Nou, laten we het kaartje gewoon hier neerleggen. Dat verandert het speelveld. En je hebt nu dus één kaartje, dus je pakt nog even geen kaartje. Ik leg dit kaartje weg voor de tegenspeler. En nu is weer de volgende speler aan de beurt. Nou, je bent aan de beurt en kan dus een kaartje pakken. En we zien hier een lamp en een eenhoorn. En de lamp ligt al op tafel, de olielamp, die ligt daar. Alleen nu is het geval dat we hem niet kunnen pakken, want hij ligt niet vrij. En we kunnen geen weg leggen. Dus bijvoorbeeld, kijk, zo zou ik hem aan de weg of aan de lamp kunnen leggen. Maar als we die weghalen, dan ligt die los. Dus dat mag niet. Het had eventueel gekund,
als we bijvoorbeeld hier de lamp hadden kunnen aanleggen. Maar je ziet dat je, als je daar de lamp aanlegt, op wat voor manier dan ook, kan je geen, hè, want deze is helemaal dicht. Dus je kan geen weg maken naar de lamp. Ja, je kan de lamp dan op tafel leggen of de andere op tafel leggen. Ik leg deze eventjes hier neer en leg mijn eigen kaartje weer weg. Goed, ik ben nu zelf weer aan de beurt en pak een kaartje. En hier zie ik een, ja, ik heb geen idee, een kabouter, een trol. De figuren zijn mij wat onduidelijk. Maar, en die kan ik aanleggen. Want als ik hem hier in de hoek aanleg, zo, dan kan ik op deze manier naar dit kaartje. En als ik deze losstrek, dan zie je, dan blijft er geen kaartjes open. En is dit nu mijn kaartje, die leg ik weer op mijn stapeltje neer. En dit was dus mijn tweede punt. Wat zo kan zijn, is dat je met het aanleggen van een kaartje ook naar meerdere figuren toe kan. En dat je dan dus twee kaartjes kan pakken. Dus het kan voorkomen dat je niet maar één, maar zelfs twee kaartjes weg kan pakken. Dat is nu natuurlijk het meest ideale. Dus kijk altijd even goed hoe je wegloopt en op welke manier je kaartjes kan pakken. Nou, op deze manier speel je het spelletje door. Totdat er geen kaartjes meer zijn op de aflegstapel. En er eigenlijk de doolhof kan nog wel prima liggen. Dat is waarschijnlijk wat groter. Of in sommige gevallen blijft de doolhof heel erg klein. Je speelt in ieder geval door tot alle kaartjes op zijn. En ook je geen enkele kaart meer in je hand hebt. En als dat zo is, dan is het spelletje afgelopen. En ga je de kaartjes tellen. En degene met de meeste kaartjes, die is de winnaar. Ik hoop dat jullie het een duidelijke uitleg vonden. En dat jullie veel plezier hebben met dit leuke en toch best wel eenvoudige spelletje. En tot de volgende keer.